Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tets DIY. Ja, sorry, 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 sorry dat ik even stoor. Maar wat is nu het verschil tussen een 18V2 A en een 18V4 A? En dat is precies wat ik jullie vandaag ga uitleggen. Ben je van plan om een nieuw stuk gereedschap aan te schaffen, maar vind je door de bomen het bos niet meer, dan hoop ik dat je na het kijken van deze video al een betere keuze kan maken aan de hand van de batterij. Tegenwoordig zijn er wel honderden verschillende soorten en maten, en aan de hand waar je het voor wilt gebruiken, kan je uitmaken wat voor machine voor jou geschikt is. Om het jullie een beetje makkelijker uit te leggen, gaan we deze batterijen vandaag bekijken als bodybuilders. Ik heb hier drie varianten als voorbeeld. Een 18 volt 4 ampère uur en als bodybuilder kan hij in de sportschool 150 kilo tillen en dat voor gedurende 4 minuten lang. Dit is een 18 volt 2 ampère uur en als bodybuilder kan hij ook in de sportschool 150 kilo tillen en dit voor gedurende 2 minuten lang. En dit is een 10.8 volt 1.5 Ampere uur en als bodybuilder kan hij in de sportschool 70 kilo tillen en dit voor gedurende 1.5 minuut lang. De kracht in dit geval is dus 150 kilo en 70 kilo. En aan de hand van de batterij wordt dit uitgedrukt in volt. En het uithoudingsvermogen, in dit geval 4 minuten, 2 minuten en anderhalve minuut, wordt uitgedrukt in ampère. Hou er wel rekening mee dat ampère uur anders is dan bijvoorbeeld ampère van stopcontact bij jou thuis, maar daar komen we in een andere video misschien nog eens op terug. Ben je bijvoorbeeld een handige harry, die zijn boormachine voor klusjes rondom en in het huis gebruikt, dan kom je waarschijnlijk al met een lichte machine toe. Bijvoorbeeld een 10.8 volt of een 12 volt. Maar ben je als professional dagdagelijks aan het werken met zwaar geschut, dan kan je al beter gaan voor een 18 volt of zelfs hoger. En ook is het te overwegen hoeveel ampère uur je nodig hebt. Ligt jouw machine bijvoorbeeld 350 dagen per jaar in de kast en gebruik je hem eigenlijk alleen... Als jij een schilderij wilt ophangen, dan kom je met 1,5 ampère makkelijk toe. Maar waarom? Eerst en vooral de kostprijs. Over het algemeen hoe hoger en hoe meer ampère uur, hoe duurder je batterij is. En een lagere ampère uur is ook sneller opgeladen. Maar als je bijvoorbeeld een 18 volt 4 ampère uur vergelijkt met een 10.8 volt 4 ampère uur, zal je zien dat de 18 volt 4 ampère uur langer meegaat. Maar waarom? Als je als bodybuilder gewend bent om 150 kilo in de sportschool te tillen en dit voor gedurende 4 minuten lang, dan kan diezelfde bodybuilder 70 kilo langer volhouden. En een bodybuilder die gewend is om 70 kilo te tillen, die tilt dan op volle kracht en is ook zo sneller uitgeput. Dus om alles nog eens samen te vatten, is voltage de kracht dat de batterij kan leveren, en ampere uur is hoe lang hij deze kracht kan geven. Mocht je hierover nou nog vragen hebben, plaats dan zeker een reactie hieronder in de video en ik zal daar zeker antwoord op geven. En graag zou ik jullie ook even willen voorstellen aan Thierry. Die naam zegt je waarschijnlijk niks, maar ook hij heeft een YouTube kanaal genaamd The Flemish Woodworker. En deze is zeker het kijken waard omdat ook hier heel veel do-het-zelf gerelateerde video's op staan. En de link daarvan... Vind je hieronder in de beschrijving terug. Wil je meer van dit soort video's zien, abonneer je dan zeker eens op mijn YouTube kanaal. Want dit is volledig gratis en het enige wat je moet doen is gewoon even op het knopje abonneren drukken. Want dit zal mij heel erg helpen om in de toekomst meer video's te maken. En ik zou het leuk vinden als jij deze video ook leuk vindt. En dat kan je doen door je beneden in de video op het duimpje omhoog te klikken. Mijn naam was Danny Visser en tot de volgende video.